Dag lieve dag. Dag lieve tatties. Welkom bij een nieuwe video. Ik Neem maar afleiding. Hij mond. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Dag lieve tatties. Welkom bij een nieuwe video. Oké, kappen dan. Nee. Het is geen beste timing. Dag lieve tatties, welkom bij een nieuwe kookvideo. Ik stond gisteren in de supermarkt en zag een heerlijke... Oké. Dag lieve tatties, welkom bij een nieuwe kookvideo. Ik stond gisteren in de supermarkt en ik dacht, ik neem lekkere soepstengels mee. En toen dacht ik, waarom zou ik ze kopen als ik ze ook zelf kan maken? Super makkelijk, wat hebben we nodig? Volkorenbloem, gist, water en olie. En rozemarijn, want die ga ik erin doen. Rozemarijn. Volkorenbloem. En verse gist is ook goed. Maar dit werkt ook prima en dit is langer houdbaar. Snufje zout, ook altijd lekker. Ja, daar gaan we het mee doen. Super makkelijk. Ik heb een keukenmachine. Daarin gaat het water en bloem. Ja. Ik ga het er gewoon in doen en dan kijk maar gewoon mee. Mijn paard gaat niet lukken vandaag. Laat het gist met het water vastdraaien, dan lost het gist goed op. En dan gooi je er zo meteen 300 gram bloem bij. Ik heb inmiddels assistentie ingeroepen van hallo allemaal. Sjoerd. Hallo. Een paar uur reizen en een paar uur reizen. Hé, de buurman is opgehouden met boren, merk ik. Een paar uurtjes reizen en dan zijn ze lekker luchtig. En gaan ze de oven in op, zullen we doen, 200 graden. En zet hem eerst even op 10 minuutjes, een kwartiertje, even checken. Maar dan zouden ze ver goed moeten zijn, dus ik schuif ze zo de oven in. Dat wordt lekker. Speldje. Bye bye. En de soepstengeltjes zijn klaar. Lekker hard. Laat ze even staan. Kijk, de binnenkantjes zijn nog zacht. Nou, we zijn weer goed gelukt, moet ik zeggen. Lekker soepstengeltje. Als het afgekoeld is, dan ga ik hem aan Jesse Silver geven. En dan mag hij bepalen of dat ze lekker zijn of niet. Nou, daar zitten we dan. Sjoerd valt net bij het beeld. Ja, daar. Hallo. Het gaat net hier. Komt het andere. We zitten inmiddels aan tafel. Jesse Silver. Even een kort interviewtje. Wat vind je ervan? Oké, okay, tof. Lekker man. En nog op- of aanmerkingen? Ik snap het niet, want dat blijft lekker. Wie zwijgt, stemt toe. Jesse is overtuigd, hij vindt hem lekker. Dus ik slaag. Zo. Heeft smaak. Hij vindt hem echt lekker, hè? Hé? Ja.
Eén pakken. Ik zeg weer een geslaagde kookvlog. Vond je dit een leuke kookvlog? Duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Comments down below. Altijd leuk. Dan gaan we altijd reageren. Sjoerd zegt... Fijne avond allemaal. Fijne avond. Ik zeg smakelijk eten. En tot de volgende keer. Ciao. Ciao.